Breda Nu. Je weet het meteen. Start zijn voor de 3FM Serious Request 2016 in Breda. Dat betekent dat we nu moeten beginnen om de stad te mobiliseren. En gezien het aantal mensen hier, zijn jullie daar klaar voor. Maar de evenementenorganisaties, het Rode Kruis en 3FM NPO en gaststad Breda, die zijn al een hele tijd in volle gang. En vandaag gaan we de eerste acties in beeld proberen te brengen. Wat verwacht u van vanavond? Nou, wat je nu al gezien hebt, is dat er heel veel mensen heel enthousiast zijn om aan de gang te gaan. Om ja, het goede doel wat Serious Request eigenlijk bij elkaar brengt. Om daar zoveel mogelijk geld voor in te zamelen. Ja, en ik zie wel heel veel verschillende bedrijven, ondernemingen, stichtingen hier binnen. Ja, er waren vanavond 150 inschrijvingen van mensen die geïnteresseerd waren om te horen wat ze konden of wat ze mochten of hoe dat werkt. Nou, dat zijn ze nu allemaal aan het uitwerken met elkaar. Dus dit is pas het begin van Serious Request 2016 in Breda. Voor de gemeente Breda, qua input daarin bij al die ideeën, wat kunnen we daarvan verwachten? Nou, het is vooral een iets wat vanuit de samenleving en vanuit de mensen zelf moet komen. Het is niet zo dat de gemeente gaat trekken aan initiatieven. Als stad faciliteren wij het glazen huis. Net zo goed als dat wij vanavond faciliteren om die ideeën op te halen en met elkaar te delen. En te delen ook met 3FM. Dus de stad faciliteert vooral. Nou, heel goed. Ja, we hebben net al een klein beetje gehoord over dat de locatie nog niet helemaal duidelijk is. Is daar wel een termijn aan te koppelen van wanneer ongeveer Bredanaars meer informatie kunnen verwachten? Ik heb net gezegd dat we binnen een maand de locatie bekendmaken. Nou, binnen een maand zou betekenen dat we voor 5 mei bekend hebben waar het glazen huis landt. Okay, en dan krijgen we allemaal weer meer te horen over wat er allemaal in december gaat gebeuren. Nou, elke keer zal er nieuwe informatie bekendkomen. Nou, de locatie is een belangrijke, welke DJ's er in het huis komen, wat het goede doel wordt, de stille ramp. Dus elke keer komt er steeds meer informatie in aanloop naar het evenement zelf in de laatste week van het jaar. En Breda, super fijn dat we dit jaar weer te gast mogen zijn in jullie mooie stad. 2008 waren we er ook. Dat was een heel fijn warm bad, een mooie ontvangst en een schitterend jaar. Daar gaan we dit jaar nog eens dunnetjes over doen. Heel veel succes met de voorbereidingen en tot december.